Vandaag ga ik eens door mijn oude fotoboekfoto's. Geen idee waarom ik mezelf deze horror aan ga doen. Ik heb kipcurry, ja. Zie ook hoe schoon dat mijn haar ligt. Echt on point. Ik hoop ten stelligste dat ik niet ga zingen. Ja, hier bijt ik op een kat. Waarom heeft niemand mij toen gezegd dat ik dan naar de kapper moest gaan? Waar was ik ook aan het denken toen ik die foto's trok? Amai, wie is jou? Het ziet er echt goed uit. Kom, laat een foto trekken. Want ja, die foto is in zwart-wit. Dat wil dus zeggen dat ik een mooie foto wou. Want ik dacht vroeger, zwart-wit, dat maakt iedereen mooi. Overduidelijk met zwart-wit periode. Plak de ijsje nu? Heb je dat vast? Of plak dat nu tegen mijn mond? Schoon. Prachtig. Echt. We waren trouwens Chinees nieuwjaar aan het vieren. En dat is dus... Chinees nieuwjaar moet je op draken spelen, dus hadden we draken gemaakt. Ah ja! Was ik nu daar net aan het checken of ik stonk? Zoals in de auto ging ik ervoor. Met mijn opa. Ja, dat is mijn opa die een duckface maakt. Beste ooit. Tekenkunsten, echt waar. Dat is zo'n tijd ik ben je wat. Dat is trouwens een zelfportret. Check die cute kat! Nee, Wies, dat is niet veel. Prachtig. Ik was trouwens kerstmis aan het vieren in de zomer. Yes. En met deze knaller gaan we eruit. Hopelijk ben ik niet de enige met een gênant fotoboot verleden. Dan is er nog een oudere fotoboot, maar dat ga ik mezelf niet aandoen, denk ik, om die te tonen. Laat in de reacties weten of jij ook een gênant fotoboot verleden hebt. Abonneer voor meer. Geef de video een leuker. En dan zie ik jou volgende week weer. Toodles.